tevreden met dat punt? We hadden één punt nodig om zeker te zijn van behoud, dus in dat opzicht tevreden. Anderzijds, ja, als je ziet hoe dat we spelen, we komen dan 0-1 voor en welk weggeeft doelpunt dat we dan hebben. Dan hadden we eigenlijk moeten winnen, maar oké, kom. Het is een beetje het verhaal van het seizoen. 1-1 zijn we tevreden, gewoon dat we zeker gered zijn en dat we naar volgende week en naar volgend seizoen kunnen uitkijken. Toch te weinig gegeven, toch te weinig doelkansen gecreëerd? Ja, dat is juist. Maar je speelt tegen Antwerpen die dat daarom niet heel gemotiveerd is. Maar die dat wel veel kwaliteit en veel aanvallend vermogen binnen de lijnen hebben staan. En dan zie je dat onze jongens wel moe zijn, onze spitsen zijn moe. Als je ziet Kurt Weuts bijvoorbeeld, die dat er eigenlijk met zijn ogen dicht een paar weken aan een stuk golen binnentrapte. Die dat nu moeilijk heeft, ja, dan weet je dat niet evident is. Jullie zijn nu gered. Volgende week is er toch nog een wedstrijd. En dan ja, de derby dan nog tegen KVK Tienen. Is dit een wedstrijd zonder belang? Nee, absoluut niet. Ik denk, je kan niet echt spreken van een kers op de taart, want we hebben daarvoor te weinig taart gehad dit seizoen. Maar ik denk alleszins dat we thuis tegen Tienen enerzijds iets recht te zetten hebben van de nederlaag ginder. En anderzijds voor onze supporters na alweer een moeilijk seizoen, toch dat we op een deftige manier kunnen afscheid nemen en het seizoen kunnen besluiten. En dan kunnen we toch nog met een goed gevoel de zomerstop ingaan en kan iedereen zich terug klaarmaken en opladen voor volgend seizoen. Oké, bedankt. We onthouden vooral dat de supporters volgende week zeker naar de derby moeten komen. Alleszins. Ik denk een wedstrijd zonder belang, zeg je. Maar gewoon tegen Tienen, thuis, derby, te altijd proberen te winnen. Oké, bedankt Hans van der Elst. Ja, Simon Vermeijren, jij had hier matchwinnaar kunnen worden. Want ja, wat een magistraal doelpunt. Kan je dat even beschrijven? Ja, het was meer geluk als wijsheid, denk ik ook. Maar het was een lange bal en ik neem hem goed aan met de borst. En ik zie dat er niemand voor mij staat. En ik dacht, ja, het is nu of nooit. Het was de moment, het was 0-0. En het kon niet gebeuren. En dan gaat hem zo winnen. Ja, dat is klasse. Ja, klasse. Dat is geluk, maar het was wel een goed gevoel. Ik wist niet dat ik moest reageren, dus ik ben gewoon blijven staan. Ik heb mijn armen omhoog gestoken, maar het was een goed gevoel. Natuurlijk jammer van dat vroeg tegendoelpunt. Ja, zijn zo'n dingen gebeuren. Het is de pech dat we al heel het seizoen hebben. Als we die pech niet hebben, dan staan we misschien zesde, vierde, weet ik veel. Maar uiteindelijk, ja, bon, we zijn gered, dat was het belangrijkste. We gingen voor een punt, we konden voor 3 punten gaan, maar dat punt is het belangrijkste en dat hebben we nu op zak. Dus we kunnen rustig naar Tienen toe leven. Ja, want in die eerste helft heb je toch nog een paar mooie acties laten zien, maar dan was het voor het doel net niet. Ja, ik was juist iets sneller als mijn tegenstander. En ja, daar heb ik gebruik van gemaakt op sommige momenten. Ik had soms iets efficiënter kunnen zijn bij mijn passen voor het doel of zo, maar ja, de ene kans dat ik nog heb, de eerste helft, had ik misschien kunnen afleggen, maar ik stond alleen voor de keeper. Dus ik dacht, ook het is nu of nooit, maar dat was nooit. Dit was jouw derde keer dat je aan de aftrap kwam hier in het eerste elftal. Volgende week de laatste competitiewedstrijd tegen KVK Tienen. Denk jij, of hoop jij, dat het doelpunt van vanmiddag u misschien een plaats zal opleveren volgende week? Dat hoop ik zeker en vast. Dat zou tegen Tienen altijd een mooie match zijn, een laatste thuismatch, we zijn gered. Dus dat zou ik leuk vinden, maar dat is de coach die beslist en we zullen wel zien. Ik ga deze week goed trainen en dan zullen we zien. Oké, bedankt. En we gaan ervoor zorgen dat we dat doelpunt van jou vanmiddag hier toch een paar keren kunnen herhalen op OHL TV. Bedankt Simon. Bedankt, goeiedag.